Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is een hele tijd geleden weer dat ik een video heb opgenomen. Ik had de laatste tijd niet zo behoefte eraan, eerlijk gezegd. En daar heb ik geen zin in. Maar ik heb leuk nieuws te vertellen. Een tijdje terug, tenminste 3 weken geleden, zag ik een tijdje terug op Facebook een gedeeld bericht voorbij komen van 4 katjes die in huis zochten. En een paar weken geleden, voor ons een maand alweer bijna denk ik, is onze oudste kat die wij hadden dan, was 7, maar die is overleden, die was aangereden. Dus die miste we heel erg. Maar daarvoor zat ik trouwens al heel lang al te twijfelen of ik een eigen katje zou nemen. Ik woon natuurlijk in een appartementencomplex en wij mogen eigenlijk niet onze katten naar buiten doen. Maar natuurlijk altijd een tuigje dingen lopen. Dus toen had ik 3 weken terug een advertentie zien langskomen. En ik was eigenlijk meteen verkocht. Een zwarte katertje. Met een paar witte haartjes onderbij zijn borst. En witte haartjes op zijn oren. En ik was eigenlijk meteen verkocht. En toen was het allemaal in één dag ineens van dat ik een kitten zou nemen. Dus we alles opeens hadden we bijna al gekocht. En gisteren mocht hij weg bij zijn moeder. Dus ja, ik zal hem even laten zien. Dit is Eros. Eros is een katertje. Een mooie zwarte. Al heeft hij een klein beetje wit onder bij skinnetje. Ik kan dat niet heel goed zien. Eros. Hij is eigenlijk net weer gaan slapen. Net heel erg gespeeld. Nu is het eigenlijk een beetje moe. Hij is nu een beetje aan het slapen. Maar misschien kan ik dat nog wel op beeld laten zien. Nou, en hier in deze hoek heb ik dan wat spulletjes van me staan. Een hele mooie grote krabpaal, een mandje. En gaan we even door naar achteren. Daar zit nog een krabpaal. En zijn etensbak. En heeft hij verder natuurlijk nog een ander hutje waar hij in kan zitten. Oh ja. En hij heeft daar nog een mooie hangmat. En ik heb lekker. Zo, ik deel het zo naar op. Is hij aan het wassen? Ja, hier was. Nee, is hij lekker? Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers, jongens? Ja, goed, dit is dus Eros. Ik heb nog een filmpje dat hij een beetje aan het spelen is. Nou ja, vanmiddag gaan we even naar het dierenarts. Voor chippen en enten. Dan heb je dat ook alvast. En ook later nog even kijken vanmiddag om nog even te kunnen stofzuigen. Ik weet niet of dat gewend is, maar het is wel een mooie oefening. En ik probeer hem nu een beetje af te leren als hij mee per ongeluk bijt. Dat hij dan niet doorbijt, maar dat hij dan het door heeft van. Ik doe nu iets wat eigenlijk niet fijn is voor haar. Dus nu is hij dan een beetje aan het likken, dus dat is goed. En
gisteren voor het eerste tuigje gepast. Hij vindt het nog wel raar. Het is een soort van kwestie van een beetje herhalen of meer oefenen. Dus dan kan ik uiteindelijk met hem buiten lopen, is het idee. En ik had vanochtend alleen dat hij, wou die op mijn been zitten, maar hij verloor zijn grip. En ik heb nu een korte broek aan. Dus ja, hij bleef met zijn nagels een beetje steken in mijn been. Knie. Het ziet er ongeveer zo eruit. Het ziet er erg uit omdat het is soort van wel nee, maar het is wel een beetje gevoelig. Maar hij is ook wel heerlijk ondernemend, niet bang, best wel brutaal. Voelt zich snel thuis. Gisteravond heeft hij nog heel laat, tot half elf hebben we nog gespeeld. Hij was rond 9:30 wakker, geloof ik. En hij heeft vannacht voor het eerst in de woonkamer geslapen. Ik heb de slaapkamer er dicht gedaan. En mij loopt natuurlijk de gang tot aan de woonkamer door. Dus ik had hem verder niet gehoord. Hij was nog een beetje actief gisteravond. En hij hing in een vitrage. Ik dacht, nou, dan doe ik hem even gewoon in de woonkamer. Kan ook even echt goed slapen. En niet zo klieren. Hij ligt altijd hier naast mij op dit kleedje wat ik heb. Ik vind het helemaal geweldig. En verder is hij gewoon heerlijk actief en hij is echt heel lief. Net zoals net, dan lig ik even bij hem en dan gaat hij mij overal likken, wassen. En dan heb je zo'n heel lief klein zacht mouwtje. Dat hoor je nu niet, maar je mag het net aan mouwen noemen. Het is zo niet heel dat er bijna geen geluid komt, maar ik vond het ook wel goed. In elk geval heel erg blij met Eros. En waarom ik hem Eros heb genoemd is... Ik wou sowieso een Noorse of Latijnse of Griekse naam. Of, ja. En een naam met een mooie betekenis. En Eros betekent God van de liefde. Eros is in de mythologie volgens mij de vader van Afrodiet. En dat is natuurlijk de dochter van Eros. En ik heb begrepen dat er eigenlijk twee soorten fenomenen zijn van Eros. Je had Eros in de zin van dat het een soort van een strijder was die ook in een oorlog strijdt. Maar je hebt ook de Eros die dus God van liefde is. En dat in andere mythische verhalen of volkleren wordt Eros ook eigenlijk genoemd als Cupido. Dus het is maar net in welke mythe het je wil hebben. Het komt erop neer, hij is heel erg lief. Hij is ook echt niet bang voor andere mensen. Dus dat is heel positief. Want ik wil uiteindelijk geen angstige kat hebben die mensen niet gewend is. Dus ik ben blij met het resultaat wat hij nu heeft al. En hoe snel hij dingen leert en oppikt. Want het is nu de derde dag dat hij bij mij is. Maar hij doet alles al echt zo super goed. Dat ik denk van, weet je, hij is eigenlijk soms een beetje te wijs voor zijn leeftijd al. Maar wie weet is een oude ziel ook in een jong lichaam. Dat kan. Hij is ook gewoon lekker kat en heb sinds gisteren ook het vensterraam ontdekt. Dus daar zit hij nu soms ook. Hij is al één keer op de tafel gesprongen. Daar ben ik niet zo blij mee. Dus dat wil ik hem eigenlijk ga ik afleren. Maar natuurlijk, ze willen een beetje ontdekken. Dus dat hoort erbij. Verder is hij al een beetje aan het bedelen soms ochtends als ik met mijn komjoghurt zit. Maar ik geef hem niet, want het is lactose. Dus dat ga ik hem gewoon niet geven. Dat mag hij ook niet. Dus ja, ik probeer eigenlijk zo gaandeweg een beetje zo op te voeden dat hij dingen wel leert en die wel mogen en dingen die niet mogen. Maar dat ik het wel kan associëren met als hij iets niet doet dat niet mag, dat ik het hem eigenlijk soort van een afleid met een speeltje waardoor hij spelerwijs anders gaat herkennen. Dus dat wordt nog een hele opvoedcursus, maar dat maakt niet uit, vind ik leuk. Ik heb nu ook een paar dagen ervoor vrijgenomen. En voor als je vrijwilligers werkt, dan kan je een beetje mee kijken welke dagen je wil. En ik wil er gewoon ook echt wel voor hem zijn. Ik heb nu ook als ik weg ga, als ik echt weg ga, dus stel naar mijn werk of ik ga boodschappen doen, dan zet ik even het schacht in de gang neer. Eigenlijk gewoon een plaat van plexiglas, maar anders. Dan kan hij wel gewoon nog de gang doorrennen, gedeelte en de woonkamer gebruiken. Maar het is meer van als er dan bijvoorbeeld iemand zou komen binnen, dan vliegt hij niet meteen de voordeur uit. Als dat nu zou gebeuren, ben ik hem kwijt. Dan zal hij niet heel ver weggaan, maar ja, je weet het niet. Ik had in angst kunnen alles doen waar niet op rekent. Ik ben heel erg blij met hem. Ik geniet ook heel erg van hem. Ik ben alleen altijd nog een beetje onzeker over mezelf of ik wel het juiste kan bieden. Maar dat is kwestie van leren en tijd en doen en... Maar een kat in je leven brengt al veel meer met zich mee, veel meer liefde en
gewoon, je bent niet alleen 's avonds. En dat is op de ene kant dus wel fijn. Want ik geniet echt heel erg van hem. Het heeft zo moeten zijn dat hij op mijn pad kwam. Hé, Eros? Ga je gewoon hier zo? Lekker te slapen. Hij is helemaal ver weg. Goed, ik wil jullie eens even laten zien. Dus nu hebben jullie gezien. En ik denk dat ik nog wel meerdere vlogs ga maken met hem erin. Maar ik moet even kijken. Dus...